als eerste aankwam in die Last Chance. De snelstapte die hij al een aantal keer zien hier in Zuidbroek. Na de pauze hebben we 33. Essie Gray! We hebben op de hele helemaal de 2,5 ronde. Ook vrijdag stond hij al in de finale. Nou, hij verstaat in ieder geval. Hij stond al op podium hier in Zuidbroek met nummer 164, Lucien Fonsa! En naast Fonsa is het de luisterende nummer 64. Dan hebben we Tony G! Natuurlijk is het een geconcentreerde man. Geconcentreerde man met nummer 149 uit Duitsland. Hij pakte die Super Bowl, hij won zijn nieuwe race, maar hij won geen finale. Gaat hij dat dadelijk doen met het nummer 119 vanuit Amerika gekomen voor ons next sessie? Van de man die de volgende 100% heeft. Hij won twee keer hier de finale in Zuidbroek. Op grote wijze pakt hij de kost af zoals hij dat al eerder deed. En gaat hij misschien de gevecht wel aan met next sessie? Of pakt hij gewoon op grote wijze wederom een finale plek? Amerika met Curry! Supercross specialist voor ons hier uit het Redder Racing Kamazaki team uit Engeland, Jack Brunel! En dan als laatste, hij werd onlangs nog tweede in de versie. Hij kwam hier, hij rijdt op een 54 Honda, een jongensmotor. En dan heb ik het natuurlijk